meter in één keer. Oh, alles zit in de fliek. Nee. Oh, de boot zinkt. Klim nu het nog kan. Omhoog, omhoog. Oh, kijk eens. Alles gaat helemaal fout. Alles staat in de fliek. Oh, nee. Oh. Zijn er nog overlevenden? Zijn er nog overlevenden? Kapitein. Waar ben je? Waar ben je, kapitein? Oh, nee. Oh, kijk eens. Het is denk ik ieder voor zich. Het is denk ik ieder voor zich. Nee. Hoe moet ik ze nou redden? Hoe moet ik dit nou doen? Nee! Oh, het was een droom! Oh nee, ik was een held! Ik was zo een held! Oh, ik heb niemand echt kunnen redden of zo. Iedereen was volgens mij ten einde. Maar ik was een held! Ik moet terug! Nee! Oh, het was echt een droom. Het is al helemaal goed weer en zo. En oh nee. Mijn schoenen! Kom terug! Hallo beste kijkers, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Henkie en ik heb hier zoveel zin in. Ik heb vandaag namelijk zo'n leuke dag gepland, kijkers, weten jullie nog? Ik wil jullie wat leuks... Weten jullie nog deze video? Die was zo ontzettend leuk, dat ik dacht, weet je wat, die boot die is zoveel geld waard inmiddels. Die gaan we verkopen. Dus ik heb vandaag een expositie. Komen jullie allemaal op expositie? Wat? Ze komen niet op mijn expositie. We gaan zo meteen even de panto pakken. En dan ben ik er helemaal klaar voor. Want dan gaan we kijken hoeveel mensen geïnteresseerd zijn in mijn boot. En dan gaan we die prachtig verkopen. Maar voordat de video begint... Wauw! Abonneer zeker eventjes. We zijn lekker onderweg naar de 120.000 abonnees. En ik hoorde dat er een 12 uur livestream aankomt bij de 120.000 abonnees. Dus abonneer zeker even. Laat even in de reacties weten of je bent geabonneerd. Althans, laat weten of dat je nieuw bent. Ben je nou nieuw? Laat het weten met een reactie. En dan geef ik die reactie een hartje. Alleen als je nieuw bent. En like even. We gaan wederom voor 4000 likes. Dat is zoveel likes, maar dat is allemaal te halen. Oké. En dan ben ik helemaal klaar voor mijn expositie. Daar heb ik zo ontzettend veel... Zo ontzettend veel zin in. Nou, Panto, kom. Deur open. Goed zo. Hoppakee. Nou, we gaan gelijk. En ik weet precies waar het is. Jullie komen wel op mijn expositie, hè? Oh, nou, ze komen niet op mijn expositie. Tot zo. Nou, we zijn aangekomen inmiddels. We kunnen de auto hier mooi parkeren. Dat doen we dan eventjes hier. Zo, prachtig geparkeerd. Ah, en kijk eens. Ik ben zo benieuwd of het druk is. Oh, daar zou je ze hebben. Ah, kijk. Dit is hem. Kijk eens, mijn boot. Kennen jullie hem nog van de video? Au. Oh. En het publiek is de... Het is jouw show. Mijn show! Begrijp je dat goed? Mevrouw heeft die bril laten vallen. Oké, kijk eens. Dit is dus de expositie. Ik ga deze boot verkopen en we gaan kijken hoeveel mensen er gaan komen op mijn verkoopspraatje. Hoeveel mensen langs zullen komen. Kijk eens. Er zijn maar twee mensen daar. Die waren er net ook al. Die zijn niet weggegaan. Maar niemand is verder gekomen. Ik denk het gaat wel druk worden. Het is inmiddels al helemaal avond. Nou, dan meen je. En er is verder. Wilt niemand langskomen? Niemand wil mijn boot kopen. Oké, weet je wat? We wachten nog. We wachten nog heel even. Het is inmiddels ochtend. Ze zijn er nog steeds met z'n tweetjes daar. Maar verder is er helemaal niemand gekomen. Waarom wil niemand nou... Niemand wil mijn boot kopen. Ik ga nu vragen of ze mijn boot willen kopen. Hallo, willen jullie mijn boot kopen? Wilt u mijn boot? Hey! Ze willen mijn boot helemaal niet kopen. Waarom doen ze dat nou zo stom? Waarom zijn ze nou zo stom? Het is zo'n prachtige boot. En er wil niemand hem kopen. Oh, meneer, u bent toch in... Oh, er is iemand geïnteresseerd. Oké. Verkoopspraatje, verkoopspraatje. En voor wel 500 kilometer per uur zal die zo hard gaan als ze snel zijn. Ja! Hier, snelste boot ter wereld. Meneer, dit is de snelste boot ter wereld. Als u dit bot afwijst, dan bent u de klos. Dan bent u zelf de klos. U kunt het niet maken om nu te zeggen... Hey! U kunt het niet maken om nu te zeggen... Ik ga deze boot niet... Imbecile. Oké, kijk eens. We hebben het uiteindelijk als volwassenen opgelost. En we hebben besloten dat hij hem niet gaat kopen wegens ons verleden. Maar we hebben het als volwassenen opgelost. Dus verder is er niks meer aan de hand. Hij wil niet kopen. Ik snap ook niet waarom hij hem niet wil kopen. Maar ik moet even denken dan. Niemand wil mijn boot kopen. Die mevrouw ook al niet daar op de grond. Wat moet ik nou doen? Het is zo'n prachtige boot. Weet je wat, we varen wel gewoon even weg. Auw, hij... Auw.
Ik snap waarom niemand hem wil kopen. Hij staat natuurlijk op het land. Auw, ik snap het al, meneer. Weet je wat? Kijk eens, ik heb hier een prachtige oplossing voor. Weet je wat? We gaan een boot monteren die ze wel moeten kopen. Die zowel op het land en als op het water kan varen. Weet je wat? We gaan niemand meer teleurstellen daarmee. Panto, kom op. We hebben een missie. Ik zal iets monteren wat en op het land... en op het water terecht kan. En allebei zou het goed werken. En dan zou iedereen het willen kopen. Het zou grandioos zijn. Het zou prachtig zijn. Maar daar hebben we een paar... Auw. We hebben daar wel een paar onderdelen voor nodig. En ik weet toevallig dat ik die onderdelen... moet ik wel helemaal aan de andere kant van de wereld vinden. Oh, dan moet een lange tour. Oh, dat wordt een hele lange tour. Maar kijk eens, daar weet ik al iets leuks. Roadtrip! Het was een hele rustige roadtrip, niet zoveel gebeurd onderweg. En kijk eens, ik wist dat deze hier zou staan uit vertrouwde bronnen. Ik heb namelijk een nieuwe app gecreëerd, die heet Find My Quad. En dan vind ik altijd quads in de buurt van iedereen, dan kan ik ze stelenen. Hoe top is dat? Dus deze is vanaf nu van mij, Panto. Ik laat jou hier achter. Ik zorg wel weer dat jij uiteindelijk uit automatische piloot terug naar huis rijdt. Het is een lange rit, want ik ben letterlijk aan de andere kant van de wereld. Prachtig, hè? Kijken nou, mensen joggen. Geweldig. Nou, laten we dan maar weer naar huis gaan. Want we zijn hier letterlijk alleen heen gereden voor de quad. Die ik waarschijnlijk ook in de stad kon vinden. Maar ik vond het wel een leuke roadtrip. Dus laten we naar huis gaan. Kunnen we dit sprongetje halen? Yeah! Oh jee. Ik heb überhaupt geen idee waar ik ben, kijkers. Waar ben ik nou weer beland? Het is een heel gek gebied, dit. Nou, we zijn inmiddels al helemaal aangekomen weer hier. En in plaats van dat ik het thuis ga doen... aan de kant! Ga ik het doen bij mijn geheime monteerplek onder de pier. Dat is mijn hele geheime plek, kijkers. En daar kan ik alles monteren wat ik wil. Alles waar ik zin in heb, kan ik gewoon daar netjes monteren. Dus laten we er dan ook heen gaan. En dan nu zijn we aangekomen op mijn geheime monteerplek. Zo, daar zijn we, kijkers. Keren we hem hier. En dan is het tijd om deze om te bouwen. Naar mijn prachtige droomauto. Slash boot. En dat is niet zomaar een banaan die ik al eerder heb gemaakt. Nee, nee. Het is meer prachtiger dan dat. Het is namelijk een eendje. Kwak. Oké, kijk eens. Ik heb hem gemonteerd. Hij is zo prachtig geworden. Het is geworden een eendje, zoals ik net al zei. Kwak. We zijn er klaar voor in 3, 2, 1. Oh, je zag secondje. Maar voordat ik hem ga laten zien, moet je eventjes abonneren. Nee, grapje. Ik ga dat jullie niet aandoen. Tadaa! Kijk! Hij heeft een grote mond. Hoe leuk is dat? Kijk eens, hij is helemaal een groot hoofd, een grote kont, grote vleugels, grote snavel, grote ogen, grote pupillen. Groot hoofd! Alles is helemaal cool aan de race. Zullen we er maar gelijk op gaan kijken? Zullen we dan een rondje gaan varen en rijden? Kijk, zullen we eerst gaan varen? We gaan eerst varen, oké? Okay? Het is natuurlijk tenslotte een boot. Hier, hoppakee. Laten we, voorzichtig, hou. Laten we eerst even gaan varen en gaan kijken hoe, hoe goed die is. Voorzichtig. Hoe snel zou die zijn? Dat vraag ik me nou af. Oh, hij is wel zo mooi op het water. Met het zonnetje zo erop en zo. Nou, laten we gaan varen in 3, 2, 1. Wow, voorzichtig. Gaat gelijk naar de paddels toe. Wow. Nou, dat was niet zo'n goed begin. Go, 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 go. Go, wow. Oh, we gaan schuin. Waarom gaan we schuin? Dat maakt niet uit. Oh, snel. Oh, hij gaat wel heel snel, kijkers. Hij gaat wel heel... Oh, we hebben een... Wauw. Oh, hij is prachtig, hè? Oh, we gaan nog gelijk richting het land. Nee, dat gaan we niet. We moeten omkeren. Snel. Oh, pas op. Pas op. Oh, we hebben verkeer. Oh, pas op. Mensen die op het strand liggen. Oh. Oh, oh jee. Pas op. Eet op de weg. Pas op. Ah, pas op. Pas op! Ah, kijk eens, het is zo'n prachtmodelletje geworden, hè? Maar hij rijdt beter op het water dan op het land. Dus ik denk dat we vooral op het water moeten blijven. Want op het land rijden we vooral mensen aan. En dat is niet helemaal de bedoeling. Terug naar het water! Oh! Oh, oh! Voorzichtig, sorry! Sorry! Oh!
Oké, we gaan kijken. Hier op het water is hij veel sneller en veel behendiger natuurlijk. Oh, maar we hebben nog niet Enki Boostputten getest natuurlijk. We hebben nog niet Enki Boostputten getest. Want kijk eens, ik heb een verrassing. Het is niet alleen een watervoertuig. Het is niet alleen een landvoertuig. Maar het is ook een luchtvoertuig. Oh, hij kan ook vliegen. Hoe goed is dat? Wow, wow, dat is toch mooi. Moet je zien, hé. Hoe leuk is dat? Hoe leuk is dat? Oké, kijk eens. Daar gaan we. Snel, 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 snel. Oh, pas op. Auw. Oh, ik zie niks. Help. Ik word uit de lucht. Het is... We hebben hem. Oh, alles is oké. Alles is oké, Enki. Niks aan het handje. Oh, laten we maar snel het water weer in gaan. Laten we maar snel weer terug naar het water gaan. Hij is mooi hoor, vliegend. Maar ik denk dat hij beter bestemd is voor het water. Oh, 3, 2, 1. Snoepduik. Naar het water. Oh, oh. Oh. Wow. Oh, oh, dat ging iets te snel. Nog een keer. Ja. Ja. Oh, waarom lukt het nou niet? Nog een keer. Oh mijn god, het lukt niet. Nog één keer, nog één keer. En... Ah! Oh, help! Oh, we stuiteren te snel. Stuiten! Blijf nou op het water! Oh, volgens mij zijn we de controle kwijt. Oh, volgens mij zijn we... Oh, ik word duizelig. Oh, help! Help! Dat was niet een succesvol avontuur. Zullen we snelheidstest doen anders? Op het land kunnen we ook een snelheidstest doen. Wel zeggen, hij rijdt wel erg vervelend. Oké, dan gaan we even een goed plekje vinden hier op het vliegveld. Waar we dan kunnen staan en dan kunnen we snelheidstest doen. Oké, kijk eens, zijn we er klaar voor? Zijn we klaar voor de prachtige eend om zijn grandioze taak te voltooien? Zijn grandioze taak wordt voltooid. Want het is tijd om heel snel voor hem te gaan. Het is tijd om heel snel voor hem te gaan. Die kant op. Dan gaan we eend. Ik stap op. Gassen! Oh, je gaat naar links. Niet doen, niet doen. Oh! Oké, dit gaat makkelijk. Doorgassen, 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 doorgassen. Kijk eens, oké, gassen, gassen, gassen. Oh, oh, wat is dit? Nee, snel, help, help. Dan gaat de vliegtuig landen. Oh, nee, oh. Stop. Au, zie je niet dat ik hier een snelheidstest aan het doen ben? Sukkel, dan denk jij hier ineens te gaan landen. Wat dachten we ervan? Dat vliegtuig dan gewoon ineens te gaan landen. Wat een stommerd, kijk eens. Wow, kijk, kijk, wow. Nou, we gaan maar gewoon in het water in, hoor. Ja, sprongetje en dan stuiteren we. Ja, stuiteren, ja. Hoppakee. Stuiteren we zo het water weer in. Kijk eens. Dat is de tactiek. Die golven zijn wel hoog geworden, hè, kijkers. Die golven zijn echt mega hoog geworden. Oh, oh, voorzichtig. Hoe zou een voertuig het doen vanaf Mount Danger? Dat vraag ik me dan wel af, hoor. Mount Danger doe ik wel vaak de laatste tijd. Maar ik ben me heel benieuwd hoe zo'n voertuig het vanaf Mount Danger doet. Let maar niet op mij, hoor. Ik ben gewoon in eentje onderweg naar werk. Kom op, mensen. Een beetje doorrijden in het verkeer. Anders komt er nog file. We gaan onderweg naar Mount Danger, kijkers. Maar we moeten wel gewoon rustig via het verkeer. We zijn normale bestuurders. Nou, ik ben bij Mount Danger aangekomen, kijkers. Ik ben benieuwd hoe deze het gaat doen. Misschien kan ik even een shortcut nemen. Hoppakee. Zo. Wow, dat ging top. Dat ging top. Zo. Overzichtig. Ik vraag me af hoe deze eend gaat presenteren. Of presteren bedoel ik. Als we hier naar beneden gaan. Misschien dat we wel daar in het water terechtkomen. Misschien komen we wel vast in die touwen of zo. Maar Mount Danger is altijd een beetje hetzelfde. Misschien dat ik een beetje nu daarheen ga springen. Dat lijkt me wel leuk. Ben je klaar voor eend? Daar is er volgens mij helemaal klaar voor. Laten we dan ook een keertje gewoon zo gaan. In 3, 2, 1. Ja, Mount Danger. Oh, steen. Oh, oh, pas op dat ik niet tegen de boom maar knal. Dat gaat goed, dat gaat goed, dat gaat goed. Oh, oh, kom op, kom op, kom op. Ja, wow, dit is hoog. Ik had niet verwacht dat dit zo hoog ging zijn. Oh, oh, auw. Oh, doorgaan, auw. Ja, wow, die sprong die ging snel. Wow, wat prachtig. Oh, dit was wel heel hoog, hoor. Auw. Oh, nou, kijk eens, dit was wel een prima test is dit. Oh, pas op die bomen. Auw. Dat was een boom. Oh, pas op die steen. Auw, dat was een steen. Oh, waar gaan we landen? Ik vraag me af waar ik ga landen. Oh. Oh, nou, dit gaat goed. Wow. Oh. Auw. Wat eent die van de berg afrijdt? Het kan niet gekker, kijkers. Het kan niet gekker. Zo, en dan gaan we nu weer terug naar het water. Want daar horen we eigenlijk thuis. Dat blijf ik zeggen. Ga ze de kant. Nou, we zijn er eindelijk gelukkig weer. Hey, wacht eens even. We zijn bij mijn panto. Ja. Ja, kijk, hier is die kijkers. Auw, paaltje. Auw, 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 auw. Nou, wat toevallig dat we bij mijn panto zijn geëindigd. Eentje, weet je wat? Ik heb wel een leuk plekje voor jou. Aangezien je zo goed kan rijden en ik knal telkens tegen helemaal niks aan. Ik ben echt heel blij en niet teleurgesteld met hoe jij bent geëindigd. Hoi, vogeltjes. Ik ben echt niet teleurgesteld met jou. Dan heb ik een leuk plekje waar jij kan eindigen. In de bodem of de oceaan! Doei, eend! Plons. Oh jee. Auw. Nu moeten we weer helemaal naar huis zwemmen. Ah. Wow, ik schrik me helemaal rot. Hallo! Hallo! Niet zo schreeuwen, joh. Niet zo schreeuwen, gekke.
Jullie maken me helemaal bang. Schrik me kapot, hé. Nou, we zijn gelukkig weer op het land. En die eend die was hartstikke leuk, zag er goed uit. Maar hij reed echt voor geen meter eigenlijk. En dat komt door de aerodynamie van die vormen. Maar ik wilde gewoon graag een eend maken. En ik snap absoluut dat jullie doorhebben wat ik bedoel als ik zeg aerodynamiek van de vormen. Bedoel ik met de ronde grote vormen. Doei, vogel! Nou, laten we maar weer terug naar huis gaan, kijkers. Niemand wil die stomme eend van me kopen. Zelfs ik zou die niet willen kopen. Kijkers, willen jullie nou ook heel graag dat ik een bepaald voertuig monteer? Dan kan je dat altijd zeggen in de reacties, hè. Dan kan je altijd achterlaten, Henkie, wil je dit monteren? Het kan een fiets zijn, een helikopter, een boot, een vliegtuig, een motor, een auto. Dat kan van alles zijn. Dat kan echt van alles zijn. Dus laat het zeker even weten in de reacties wat jij graag zou willen dat ik monteer. Een bad-eend bijvoorbeeld, heel leuk, maar werkt voor geen meter. Zijn we nu achtergekomen. Ziet er wel heel leuk uit. Nou, dan parkeren we de pand. Weer. Dag is mislukt. We hebben de boot niet verkocht. We hebben een nieuwe boot gemaakt. Die hebben we ook niet verkocht. Ze hebben we ergens in de zee gedumpt omdat die gewoon geel was. Dus kijk eens, ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Ik vond het wel een hele leuke video. En dat is natuurlijk waar het uiteindelijk om draait, hè. Dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer zeker even als je dat niet hebt gedaan. Bijna 120.000 abonnees. Deel het even met je vrienden. 4.000 likes. Spreek je later. Glaasje water telt op 4 flesje bier. Doei. Yeah.